Hallo en leuk dat jullie kijken naar deze video. Als jij wil starten met de training richting een marathon, heb ik een aantal tips voor je. Mijn naam is Emiel. Ik heb een marathon gelopen van 2 uur en 23 minuten. Als jij wil beginnen met je eerste marathon, heb ik hier 5 tips voor je. Allereerst, de eerste tip is om ver van tevoren je training te starten. Als ik kijk naar mezelf, start ik eigenlijk een half jaar voordat ik de marathon ga lopen, mijn trainingsschema al. Een half jaar is misschien wat veel, maar 16 weken is ongeveer wel de tijd die je nodig hebt om goed voorbereid te zijn voor zo'n marathon. Een marathon vergt veel van je, het is een lange afstand, dus het is heel belangrijk om een langere periode ook je lichaam daarop te trainen. Om op de juiste manier die marathon te kunnen lopen, heb je dus echt goed de tijd nodig. Neem dus ook de tijd ervoor. Wat ook belangrijk is, is om te trainen op een schema. Als je traint op een schema, zorgt het voor vastigheid en zorgt het er ook voor dat je dus elke keer de juiste trainingen doet richting je einddoel. Wat is je einddoel? Dat kan natuurlijk zijn het finishen van een marathon of misschien op een bepaalde tijd finishen van een marathon. Maar voor elke soort is er dus ook wel een schema te vinden. Dus als jij onder de 3 uur, onder de 4 uur of onder de 5 uur wil lopen, kijk of daar een schema van is en zorg ervoor dat je die schema ook afloopt om zo goed mogelijk voorbereid richting die wedstrijd te gaan. Het is belangrijk om een trainingsschema te hebben zodat je dus vastigheid hebt en ook de juiste trainingen uitvoert. Wanneer je dus zo'n schema volgt of wanneer je dat niet doet, zorg in ieder geval voor dat je niet meer dan 10% per week verhoogt in je weekvolume. En waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk om niet meer dan 10% te verhogen, omdat je anders geblesseerd kan raken. Wat ik vaak zie is als mensen starten dat ze best wel sportief zijn en conditioneel goed bijvoorbeeld een 10 kilometer aankunnen. Wat vaak de valkuil is, is dat die mensen dus andere sporten doen, waar ze dus heel conditioneel goed mee zijn, maar dat ze dus qua spieren nog niet de juiste spieren hebben getraind voor het hardlopen. En na 1 of 2 weken blesseren ze zich dan dat ze heel fanatiek bezig zijn. Het is super tof om fanatiek natuurlijk te willen trainen, maar het is heel belangrijk om wel echt op te letten dat je niet te snel van stapel loopt. Want als je geblesseerd raakt, dan lig je er voor echt een langere tijd uit. En ja, je was net zo gemotiveerd bezig om richting die marathon te gaan, je beeld knallen. En uiteindelijk kan dat niet meer, omdat je dus voor langere tijd geblesseerd bent. En dat is super zonde. Zorg ervoor dat je echt langzaam opbouwt. Ook al voelt het misschien in het begin van, nou, ik kan veel meer. Zorg ervoor dat je maar 10% per week verhoogt. En zorg ervoor dat je dus met een kleine volume start. Uiteindelijk is het dus belangrijk, wat ik al zei in het begin, om van tevoren lange tijd te hebben ervoor. Zodat je eigenlijk blessures voorkomt. Want als dat gebeurt, dan lig je er echt voor lange tijd uit. Daarnaast is het ook belangrijk om je trainingen dan bij te houden, zodat je ook kan zien hoeveel je hebt gelopen en hoeveel dus die 10% meer is. Dus eigenlijk is een schema, het verhogen van 10% maximaal per week en de training bijhouden zijn eigenlijk een aantal tips die vallen een beetje bij elkaar. Want dat zorgt ervoor dat je vastigheid hebt, dat je niet te snel van stapel loopt en dat je dus die marathon gaat halen zonder blessures. Daarnaast zijn langzame duurlopen ook echt essentieel in combinatie van je intervallen. Intervallen zijn stukken die je hard loopt in een training. Stel je voor je loopt 10 kilometer, dat je dan daar in stukjes heel snel loopt, 400 metertjes heel snel loopt. En uiteindelijk die stukken daartussen weer rustig doordribbelt. Dus een intervaltraining zorgt ervoor dat je op tempo's loopt. Wat vaak mensen doen, wat ik ook deed in het begin, is ik ging naar buiten en ik ging eigenlijk trainen. En als ik niet helemaal gewoon kapot terugkwam, dus dat ik echt goed heb gerend en echt helemaal kapot terugkwam, voelde het niet echt als een training. Dat is eigenlijk bij hardlopen niet echt de bedoeling. Het is heel belangrijk om juist heel veel langzame duurlopen te doen. Vaak ligt de focus echt op die langzame duurlopen en doe je een aantal intervaltrainingen, 1 of 2 per week erbij. Nou, als je zo'n schema zal zien, zou je dat dan ook wel weer terugzien. De focus ligt echt op veel langzame duurlopen en daar train je dus je duurvermogen mee. En met die intervaltrainingen zorg je ervoor dat je dus wat meer tempo krijgt, zodat je dus eigenlijk als je veel duurvermogen hebt ook langere tijd sneller kan doorlopen. Dus langzame duurlopen en intervaltrainingen zijn belangrijke trainingen om te combineren richting die marathon. Daarnaast is het belangrijkste nog om te luisteren naar je lichaam. Als jouw lichaam zegt, ik ben moe, ik heb een pijntje of het voelt allemaal niet zo lekker,
sla die training gewoon over. Zo'n training, één training maakt echt niet uit. Het gaat om dat je consistent door kan trainen voor een lange, lange periode. Solo trainingen zijn niet de trainingen waar je het op gaat redden. Solo trainingen, dus de trainingen individueel, zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat er echt om dat je consistent door blijft trainen. Dus liever 7 trainingen die een beetje klein zijn en niet zo heel heftig, dan 1 hele heftige training en waar je veel van bij moet komen, wat uiteindelijk gewoon heel erg veel energie en tijd heeft gekost. En mocht je dus ook niet lekker voelen, om wat voor reden dan ook, zorg er ook voor dat je die training even overslaat. Want het is veel beter om die ene training even niet te doen, dan dat je dus voor langere tijd eruit ligt, omdat je jezelf blesseert. Het moment dat je gaat lopen terwijl je je niet zo lekker voelt, je bent moe, je bent misschien wat ziekig, je hebt een pijntje. Al die dingen kunnen ervoor zorgen dat je op een andere techniek gaat lopen. En het moment dat je net anders gaat lopen, kan dat weer zorgen voor blessures. Dus echt luister naar je lichaam en het moment dat het dus niet zo lekker gaat, sla gewoon die training over en geef jezelf een extra rustdag. Op het moment dat je een extra rustdag hebt, hoef je ook die dag niet meer in te halen. Het is niet, oké, ik moest gisteren deze training doen, die heb ik niet gedaan, dus ik ga nu 2 keer zoveel trainingen doen om die van gisteren in te halen. Vergeet die training, die is gedaan. Je hebt gekozen voor een rustdag, wat ook in je trainingsschema hoort. In plaats van dat je dus die training hebt gedaan die je hebt overgeslagen. En we gaan gewoon verder met hoe het schema dan is. Ga geen trainingen inhalen, want dat is echt de grootste fout die je kan begaan. Gewoon doorgaan met wat er op het schema staat. Als jij een dagje nodig hebt, als je 2 dagen nodig hebt, zorg gewoon voor dat je dat neemt, want het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Want langer geblesseerd zijn is veel, veel, veel heftiger dan 1 of 2 trainingen missen. En dan heb ik nog de laatste bonus tip voor jullie. En dat is, als jij een marathon wil gaan lopen, schrijf hem gelijk in. Want de laatste tijd is het echt bizar, maar gewoon binnen dagen bijvoorbeeld is de marathon voor Rotterdam al uitverkocht. Ja, het zal toch vervelend zijn als je uiteindelijk heel de trainingen hebt gedaan en denkt, nou nu voel ik me er klaar voor en dat je gaat proberen in te schrijven en dat het al lang is uitverkocht. Schrijf je lekker in voor je kaartje voor je marathon. Mocht je uiteindelijk een toch niet gaan lopen, kan je hem echt wel kwijtraken. Dus dat komt helemaal goed. En het is fijn om dat gewoon al te hebben. Dus schrijf je in voor die marathon als jij het doel hebt om dat te gaan lopen. En dan moet het helemaal goed komen. Ja, dit zijn de tips eigenlijk die ik heb voor als je echt start. Dus als je echt begint met een marathon, schema, training, daar naartoe. En als je echt beginnend bent en je hebt nog nooit gelopen, dan zijn dit wel een paar dingen waar ik echt op zal letten. Laat in de comments weten als jij traint voor een bepaalde marathon. Dat vind ik wel leuk om te weten. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en dan zie ik je misschien bij de volgende video. Hartstikke bedankt.